Ja, het is echt, echt top allemaal. Ja, echt helemaal blij. Goedemorgen, het is donderdag 7 juni en ik ben mijn koffer weer aan het inpakken, want over een paar uur vlieg ik naar Girona. Mijn koffer is bijna klaar. Moet nog even kleine dingetjes bij en dan kan ik gaan. Ik ga naar Girona met Tui en het is een persreisje. We zijn daar om te fietsen met Robert Geesink. En dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik ben heel benieuwd. Het is 3 dagen en we gaan morgen fietsen. Volgens mij is het daar nu trouwens regenachtig, dus ik hoop dat het morgen wel echt beter fietsweer wordt, want ja, we gaan niet voor niks naar Spanje. Het is hier buiten lekker zonnig. Maar in Spanje hoort de zon ook te schijnen, dus ik ben benieuwd en ik hoop dat het morgen gewoon lekker fietsweer wordt. Ik ga nu even snel de rest inpakken en dan in de auto. Ik ben in Girona en dit is mijn appartement. Het is echt vet groot. Het is gewoon een heel huis. Wauw. Dat hadden ze er niet bij verteld. Ik heb gewoon een keuken. Slaapkamer. Zou ook een badkamer zijn? Oh, kijk. Badkamer, ook leuk. Wauw, echt top. Het is echt een vet mooi appartement. Ik heb zelfs nog even een balkonnetje ontdekt. Dus als de zon nou nog even gaat schijnen. Want dat is dan wel weer een beetje jammer dat het regent. Oh, jullie zien mij niet. Het ging net regenen, dus dat is een beetje jammer. Maar verder is het wel gewoon warm. En als het goed is gaat morgen de zon schijnen als we gaan fietsen. Dat is toch het belangrijkste. Het is nu 4:15. Dus ik ga me even een beetje opfrissen. En dan wil ik eigenlijk even een rondje lopen buiten. Want het is wel echt een mooi stadje. Ik ben trouwens nog nooit eerder naar Girona geweest. Dus het is voor mij echt, echt nieuw. En ja, we zijn hier dus met Tui om de Robert Geesink Experience mee te maken eigenlijk. Dat is een reis die Tui gaat aanbieden in samenwerking met Robert Geesink. En ja, nu ga ik dat met een paar andere journalisten deze komende 3 dagen ervaren. Dus dat is echt heel tof. Nou, ik ga me even een beetje opfrissen. Nou, vond ik ook nog deze, super tof, van de Broomwagon. En dat is dus van Robert en zijn vrouw Daisy. En heel cool tasje. Er zit van alles in. Flesje water. Maar ook een fietspakje van Tui. En ik hoop dat dit een fietsbroek is. Ik ga hem zo even openmaken. En coole sokken. Ook van de Broomwagon zie ik. Ons programma. Van de persreis. Ah, en 2 bidonnetjes natuurlijk. Want die moeten op de fiets. Nou, dat gaat vast helemaal goed komen. Ik ga even kijken of die dat fietspakje past. Nou, mijn fietsschoenen pakken en dan gaan we naar de fietsenzaak om onze fiets af te stellen. Ik ben onderweg naar buiten en ik heb net mijn fietsschoenen even gepakt en in dit toffe tasje gedaan en mijn fietssokken.
en mijn pedalen. Want we gaan nu naar... naar een fietsenwinkel om een fiets uit te zoeken en af te laten stellen. Dus ga ik snel heen. Ja. Nou, welkom bij de service. We have representative Girona. This is Red Bridge. Have you crossed Red Bridge? Yes. You will have time tomorrow. And this is the little street that we have in the old town of the city. Yep. En dat is ook zo. Een beetje met wilde, hoe zien jullie dat? Wilde wild boar. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Ik denk dat het zaterdag is. Het is vrijdagochtend. Het is bijna 8:30 en we gaan zo met z'n allen ontbijten in het hotel hier vlakbij. Ik heb mijn ik heb mijn helm en mijn tas met fietskleren mee, want we gaan daarna meteen fietsen. En ja, ik heb er heel veel zin in. De zon schijnt. Ik zal het zo even laten zien. Dus dat wordt vast heel mooi. Te vinden op jaarbasis dat ik eigenlijk voor jullie op voorbaat kan op maar dat, kan als je gestopt bent, zou je dat natuurlijk... Ja, zeker. Zeker. Zou kunnen. Ja, ja, maar er zitten wel meer dingen. We zijn nu eigenlijk min of meer rond met een... Ik ben net terug in mijn kamer na het fietsen. Ik ben best wel een beetje moe. Het was echt super leuk. We hebben lekker eerst koffie gedronken van de Broomwagon. Gemaakt door Robert natuurlijk, of door Daisy. Daarna zijn we lekker gaan fietsen en het was echt prachtig. Het is echt zo fijn als iemand gewoon... kan vertellen over de omgeving en de leukste routes weet. En ja, dat is gewoon ontzettend fijn. We hebben heel lekker gefietst. Het was echt super lekker weer en de sfeer was goed. En we hebben lekker geluncht ook tijdens ons fietstochtje halverwege ergens bij een meer. Dat was ook erg leuk. Toen vlak na de lunch hebben we besloten met een klein groepje dat we toch nog wel een klimmetje wilden doen. Dat zijn we de Rocca Corba. Zeg ik dat goed? Zijn we gaan klimmen en dat was een klim van 14 kilometer met een stijgingspercentage tot 13%. Dus dat was best wel een pittige klim. Maar heel erg leuk en als je dan boven bent, dat vind ik gewoon heel leuk en heel tof. En ik ben helemaal blij. Ze zeggen dat je na het hardlopen heb je een runner's high, maar na het fietsen heb je ook zeker een... hoe zou je het noemen? In ieder geval, ik voel me echt... heel gezegend meisje hier, want het is echt ontzettend leuk en de groep is ook heel gezellig. En het is gewoon een hele chille sfeer en we gaan, het is nu iets van 5:00 denk ik. Pardon, 5:00. Ik ga nu even lekker douchen. En dan gaan we lekker even op het terras zitten en daarna gaan we hier in de straat bij Robert en Daisy thuis eten. En Daisy heeft een 3-gangen diner bereid als het goed is.
Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat we gaan eten. Het is vast ontzettend lekker. En ja, het is echt top allemaal. Ja, echt heel blij. Nou, ik ga even lekker dit zweet van me afspoelen. Proost! 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 Jullie blijven lekker scheiden. Zeg je dat jullie Spaans? Appartementje. Dat was me een waar genoegen. Ik ga snel uitchecken. So, let's go. We'll walk for about an hour and 45 minutes. Eh? And we'll do a kind of U-turn to visit the inside of the old town. Okay? Let's go.